Goedemorgen, ik ben Margot van Veghel en ik sta op het Groesbeekse platteland. Heerlijk met mijn schetspullen in de aanslag. Ik wil je laten zien hoe je op een eenvoudige, leuke manier een tekening kunt maken. Een schets kunt maken als voorstudie voor je aquarel. Niet iedereen heeft er altijd evenveel zin in om het te doen. Daarom heb ik 3 variaties die echt leuk, snel zijn om te doen. Kijk met me mee. En het schilderonderwerp? Achter mij. De boerderij. Ik ga in een rustige beweging. Teken ik de lijnen die ik zie. Weet ik het even niet meer, dan stop ik. Ik hou mijn pen op het papier. Ik kijk goed. En als ik het weer weet, dan ga ik door. Ik til mijn pen niet op, want dan ben ik uit de concentratie. Dit is de tweede methode, de open lijn methode. En je ziet, ik sluit niet altijd alle lijnen. Ik kijk wel naar wat ik zie, naar de omtrek. En ik probeer de belangrijkste lijnen van de omtrek neer te zetten. Maar niet sluitend. Open lijnen. Waardoor straks, als ik met aquarelverf aan de gang ga, de verf hier mooi in kan ontsnappen. En je ziet, ik houd mijn stift op het papier. En ik zoek als het ware naar de goede lijnen. De goede omtreklijnen van wat ik zie. En als ik denk dat is hem, kan ik wat harder duwen. En als ik nog aan het zoeken ben, dan geef ik minder kracht op de stift. Waardoor de lijn ook wat lichter is. Het is helemaal niet erg om wat leuke zoekende dwarslijnen te hebben. Die ontstaan daardoor. Kijk, op deze manier. En dan ga ik door naar de boom. En op deze manier verbind ik ook gelijk al mijn schets, mijn tekening. Alle vormen verbind ik al met elkaar. Het is een heel zwierig geheel. Minder strak als je het vergelijkt met de eerste methode. Heb je nu 3 manieren van een schets maken laten zien. Welke spreekt jou aan? Mijn advies zou zijn, probeer ze alle 3 eens even uit. Dan kun je kiezen welke voor jou de makkelijkste is of het leukste resultaat geeft. En die neem je en die oefen je door. Ik ben heel benieuwd welke jij kiest. In de volgende video, want daar ben jij natuurlijk benieuwd naar, hoe ga ik dat nu doen met aquarelverf? Waardoor het aquarel schetsen worden. Laat ik je in de volgende video zien. Dus, zie je dan. Margot van Veghel, Atelier van Veghel.